Don't come too close, because we are strong men. Fun. Leuk te zien. Yes. Sven, kijk nou uit, ze zijn weer te dichtbij. Sorry, sorry. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Baas voor een Dag. Ik ben Bram. En ik ben Tom. En ja, wij gaan vandaag samen met Tempo Team weer het werkplezier vergroten. En dat doen wij in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar ik hou niet van kunst. Hoezo hou je niet ik van vind kunst? Dat, ik weet het niet. Maar ik ga het een kans geven. Ik heb er wel zin in. Ja. Maar ja, we gaan het zien. Ja. Je houdt ook niet van mode? Ik hou wel van mode. Ik zie er fantastisch uit vandaag. Jij ook trouwens. We matchen. Dankjewel. Gewoon lekker. Ja, eigenlijk wel. Nou, dat belooft heel veel goeds dan. Laten we snel naar binnen gaan. Hey, hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Welkom bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Tom. Dag. Anwar. Dag Anwar. Jij bent hoofdbeveiliging? Nee, ik ben teamleider beveiliging. Oké. Is een van jouw taken ook geweld? Geweld? Nee, we zijn niet van geweld. Oh, dat vind ik jammer. We willen alles gewoon op een normale manier oplossen. Met een wapenstok erover. En, het liefst met een glimlach ook nog. En een tik ook met een glimlach? Nee, dat doen we niet. Kijk eens, ik heb een mooi jasje voor jou. Hey, dankjewel. En voor jou ook. XXL van Tom. Nou, hoezo? Nee. Hebben jullie er een beetje zin in, jongen? Ja, zeker. Zeker. Ja? Nou, ik moet zeggen, ik heb altijd al in de beveiliging willen zitten. Ja, hoezo? Echt? Ja, ik heb al postuur mee. Ik ben atletisch. Ik ben sterk. Je bent lang. Ik ben lang. Je ziet alles, hè? Ik zie alles. Ja. Ik heb gezag. Ik heb charisma. Je hebt een goede glimlach ook wel belangrijk, hè? Op z'n tijd. Op z'n tijd. Een veetje, krijgen we ook nog zo'n veetje? Nee, een veetje kan ik je helaas niet geven. Oh. Dus als je geen papier hebt van de beveiliging, dan mag je helaas deze niet dragen. Die moet je verdienen? Die moet je verdienen. Oké. Stel, er komt hier iemand binnen, die jat een kunstwerk. Ja. Ik grijp hem in zijn kladden. Krijg ik dan het veetje? Nog steeds niet. Maar stel, er breekt hier een brand uit. Ja. En alle kunstwerken dreigen in de fik te gaan. En ik sleep ze allemaal één voor één naar buiten, maar ik bescherm ze ook. Krijg ik dan een veetje? Nee. En wat gaan wij vandaag doen? Waarmee we gaan vandaag zometeen de briefing doen van de beveiligers. En dan gaan we alle bijzonderheden van de dag even doorgeven aan ze. En daarna lopen we even een postinspectie. Kijken of iedereen wel op zijn post staat. Vervolgens om 10:00 open het museum. Yes. En hebben jullie ook koffie? Toevallig? We hebben heerlijke koffie zelfs. Nou, dat komt goed uit. Kwaliteit koffie, ja. Laten we beginnen met de koffie. Dit wordt een mooie dag. Ik heb altijd al mijn fight skills willen laten zien. Jij denkt ook echt dat je hier komt om... om te rammen. Om te rammen. Ja. Nee, maar oprecht, het lijkt me wel een heel leuk beroep. Een heel leuk vak. Ja, dus we nemen de leiding over van Anwar. Juist. En we gaan dus een buitenronde doen, een binnenronde. Zien dat alle mensen op hun post staan. Juist. En we gaan natuurlijk ook het werkplezier vergroten. Ook dat. Samen met Tempo Team. Proost. Tom, op een mooie dag. Merci dat jij er bent. Ja, ik ook voor jou. Er zit weer niks in. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. We gaan even een presentielijst afwerken. Alfred Armand. Mariana. Wij nemen de leiding vandaag een beetje over. We doen het beleid ook wat anders. We gaan vandaag lekker rammen. Met z'n allen. Dus als iemand te dicht bij een kunstwerk staat... Hop erop. Rammen met een lach. En liefde. Dat ook. Als laatste gaan we nog even de grijze passen checken. Nou, dan gaan we even checken. Ik word hier in de maling genomen, Bram. Ja, inderdaad. Dat is een valse bingo. Arno, je kan niet je bibliotheekpas meenemen. Anwar, heb je grijze pas? Oh jee, die zag ik niet aankomen. Dan heb je hier gewoon een bonuskaart. Oké. Maar ook een grijze pas. Oh ja. Ah ja. Ik vermoed dat deze vervalst is. Zonder baard, hè? Perfect, yes. Allemaal dan zijn we rond. Allemaal goed, we zijn rond, ja. Heel veel plezier en succes. Fun. Leuk plezier. Yes. Tom, zijn we er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Geen bijzonderheden? Nee. Alles veilig? Alles veilig. Ik zou zeggen... Gooi op je tent. Release the dogs. Okay. Collega's, goedemorgen. Hier Tom en Bram vanaf de ingang van het Stedelijk Museum. We hebben de deuren zojuist geopend. Mochten er nog bijzonderheden zijn, dan vernemen wij dat graag via dit kanaal. En dan zou ik zeggen, prettige dag en werk ze allemaal vandaag. Dat doe je klonk goed of niet? Ja, dat klonk heel goed. Zo. Slaving. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hello. Good morning. Good morning. Mevrouw, wilt u even uw zonnebril afzetten? Ja, dank u wel. Yes, thank you. Het is veel te dichtbij.
klein beetje afstand. Yes. Fijne dag. Ah, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bram. Je m'appelle Tom. Hoe moet Tom appel? Wat? Hoe hun eten. What's your name? Amouri. Amouri? Amouri. Nui. Nouri? Nui. Nui. Oui. Amouri van l'amour. Bon voyage. Bon voyage. But don't come too close. Because we are strong men. 1,5 meter. Yes. Ja, dit vind ik bijvoorbeeld gewoon mooi. Dit is wel heel mooi. Dit is mooi. Vind je het niet mooi? Het is gewoon een jochie die op de foto wordt gezet en die wordt in een fotolijstje niet opgegaan. Niet doen, niet denigreren. Hier, dit is toch mijn hier. Mening. Dit is toch vet? Ja, dat is mooi. Boom. Niet zo dichtbij, je staat veel te dichtbij. En dan ook nog met die pen. Kijk nou uit, ze zijn weer te dichtbij. Sorry. Dat is normaal, man. Je hebt wel talent, jij, hè? Ja. Je ziet het meteen, hè? Ik zie het meteen. Rust. Voor gemaakt. Ik zie hier zo'n dikke toerist met slippers die dan kalmte zal u bewaren. Kalmte zal u bewaren. Alright. Mag ik misschien heel even het veetje op? Ja? Het veetje? Van mij? Ja? Nee, niet aan dat. Dat is de gordel van... Dan dit is dan de binnenronde. Ik zie geen calamiteiten, ik zie geen onveilige situaties. Ja, dan doen we ons werk goed. Ik ruik wel dat er buiten gevaar is. Buiten is onraad. Hallo? Meldkamer, bent u op luisteren? Wij gaan nu de buitenronde doen. En iedereen die afwijkt van normaal gedrag, die pakken we. Dus dat wordt... Tandjes rapen met gebroken vingers. Dat jullie het weten. Tot zo. Ja, ja, ja. Even wat autoriteit uitstralen naar de mensen. Kan dit zomaar hier? Fietsen? Ja, dat is een fietspad. Jazeker. Oké. Okay. Ja, maar er hangt een soort beroving in de lucht. Oh ja? Ja. Ik zie daar ook sportende mensen tegen het museum aan. Dat moet natuurlijk niet kunnen. Oké, okay. Nou, ik ga ze er wel even op aanspreken. Wie weet gaan ze zo burpees doen bij de nooduitgang. Je weet maar nooit. Weert je niet? Kijken jullie uit voor de nooduitgang? Dankjewel. Fijne dag. Heel geloofwaardig ook. Wel, hè? Ik heb getraind. Verdachte mensen daar, 3 stuks. Is ook van ons, hè, deze mooie kunstwerk hier buiten? Ja, daarom. De Serra. Dat, is dat een kunstwerk? Jazeker, van het Stedelijk Museum. Tom, als ik nog één keer hoor, Serra. Is dat een kunstwerk, dan trek ik je door het hele museum heen. Meneer, mag ik die tas even zien? Zit daar geen verdovende middelen in? Dan... Nou. Nederlands? English? English? Don't come too close. Because then... Voor de corona... Yes. Alright, have a nice day. And weed is not allowed in the museum. Hebben jullie het allemaal naar de zin? Ja. Super. Kan ik iets voor jullie doen? Nee? Nee, kom weg. Maar Anwar, we hebben een verrassing voor jou en je team. Ja, want uit onderzoek van Tempo Team is gebleken dat als er meer gelachen wordt op de werkvloer, dat het werkplezier vergroot. Dus, wij hebben een lachcoach. Een lachcoach? Ja. Oh, verrassend. Leuk, hè? Ik denk het. Collega's. We hebben een leuke verrassing voor jullie. Ja. Dus kom maar mee, kom maar mee. Dag Maarten. Hey. Hallo Maarten. Hallo. Goedemorgen. Ik ben de verrassing, begreep ik. Ja, Maarten, want jij gaat ons laten lachen om het werkplezier te vergroten. Ja, klopt. En laat even een lachje horen, ja. Oh, oh. Yeah. Ja, lekker die buik, ja. Lekker door de knieën, ja. Maar nee. Ja. Relax en ontspan. Ontspan je armen. Ik vond het fantastisch. Ja. Ik vond het leuk. Ik vond het museum leuk. Ik vond de collega's leuk.
Ik vond lachen leuk, wat hebben we gelachen met z'n allen. Wat alleen vind jij ervan? Precies. Ik vond het ook wel leuk. Het museum is veilig geweest in jullie aanwezigheid, zeg maar. Dus dan is het helemaal goed gegaan, toch? Ja, maar dan is de grote vraag, oh jee. Welk cijfer geef je ons? Ik geef jullie een 7,5. Nou, vind het toch karig. Nou, vind ik karig. Ja. Maar goed, wat hebben we gelachen met z'n allen? Nou. We hebben zeker gelachen, man. Ik vond het echt leuk. Wij geven jou en je team een 10. Wij vorderen deze plek. Of, oké, wacht, nee, wacht, blijf staan, blijf staan. Oh, ik werd gevorderd. Ja, jij werd gevorderd. Yes. Och. Yes. Oh. Oh, oké. Okay. Goed. Je lijkt nu net op Moffel. Ik vond het leuk, ik vond het gezellig. Ja, was leuk, ja. Leuk ja, team, ja. Leuk museum. Anouar, top. Ben jij helemaal verrijkt met cultuur nu? Ik heb niks opgeslagen. Maar het was wel mooie kunst. Ja, het was kunst. Geloof mij, het is hele mooie kunst. Je moet het een keer zien. We hebben natuurlijk ook het werkplezier vergroot samen met Tempo Team. Daar dus proosten we op. Mooi. Dat is ja. Daar proosten we op. Dus, nog steeds. Nee. Ja. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. Joejoe.